In BN De Stem van zaterdag hebben wij een bijzondere productie van de Vlaamse kunstenaar Kamagurka. Hij heeft 5 portretten geschilderd van niet bestaande personen, maar hij is er wel van overtuigd dat er echte mensen zijn die op die portretten lijken. En wij roepen nu onze lezers op om te reageren als ze vinden dat ze op die portretten van Kamagurka lijken. En dan kunnen wij er vervolgens weer iets mee doen in de krant door hun foto te plaatsen bij die portretten. Verder een reportage in onze Spectrum-bijlage over het Werkhotel in Rotterdam. Dat is het grootste tijdelijke hotel van Nederland en dat is vooral bedoeld voor buitenlandse arbeiders. En we hebben een interview met Kees Maas, de bekende wielerspeaker uit Etten-Leur. Hij is ziek en kan daardoor dit weekend niet actief zijn bij de Amstel Gold Race als speaker. Maar binnenkort hoopt hij toch weer zijn opwachting te maken in het wielerwereldje.